moderne televisie, daar moet ik helemaal niks van hebben. Ik heb nooit aan een tweede kind gedacht. Als je me wat vertelt, was ik iets zo hoor. geworden. Nou, ik woon hier dus bij mijn moeder in huis. We stellen onze eigen programma's samen, zoals het vroeger op de tv altijd was. Ik heb heel veel dvd's, alle, alle soorten, Nederlands, Duits, Engels, Frans van de televisie van Ting dat is helemaal niks meer aan. Maar dit is ook uit het oogpunt uit mijn jeugdperiode. Dus alles wat ik toen heb gezien op tv, dat wil ik nu weer zien... en dat wil ik ook allemaal verzamelen. Het is allemaal jeugdsentiment. Waarom weer de programma's in die tijd juist zo goed? Het was simpel, maar het was spannend. Het is nu allemaal, het moet allemaal ja, met, met computers. Het, het is allemaal uh, andere bewoording, wordt in, in, in de series en in de films gemaakt. Het, ja, er is gewoon niks meer aan. Het is, het is heel moeilijk uit te leggen, maar het, is, het, heeft, het heeft niks meer. Van toen is veel mooier. Maar nooit gewoon een reguliere televisie? Nee, nee, dat is gewoon helemaal niks. En uh, 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 SBSS, daar moet je me helemaal niet meer aan komen zetten, want dat, ik wil niet al die ellende zien als ik op bed ga. Dat, uh, daar kan ik helemaal niet tegen. Ik ben van 3 september 1972. Dus ik ben vorig jaar ben ik 50 geworden. Elke zaterdag ga ik met mijn moeder uitjes maken. En dat kan door heel Nederland wezen. Dan hebben we een bepaald doel waar we heen gaan. Dat kan een museum wezen, maar dat kan ook een begraafplaats zijn. Uh, de begraafplaatsen uh, waar bekende Nederlanders uh, liggen, hè, zoals bijvoorbeeld Zorgvliet. Uh, uh, zo ben ik al heel veel begraafplaatsen langs geweest. Dit is mijn fotoboek van de bekende Nederlanders van de grafstenen. Marga van Arnhem. Lou Bendy. Harry Banning. Ja, dat is natuurlijk ook... Heel apart. Als je op een begraafplaats komt waar bekende Nederlanders liggen, dat geeft gewoon een kick. Je ziet ze normaal op de televisie en dan kom je in één keer plots heel dichtbij bij die persoon. En dat, dat, dat geeft toch wel iets, een heel, heel apart ja, gevoel inderdaad. dat. Herman Brood. Boudewijn Boeg. En nou denk ik wel heen dat een, een deel van de meesten ...dat ze het deel van die hobby en de leeftijd voor de series en de nostalgie, dat ze dat nog wel snappen... ...maar dat ze dat van die graven misschien al wat... ...apater vinden. Zo ja, ik krijg soms wel eens, uh, wel eens te horen van... Uh, ...nou, uh, wat een lugubere hobby heb je, of uh, wat een dode boel. Ja, goh. maar een begraafplaats is natuurlijk een dode boel. Ik bedoel, uh, er leeft natuurlijk niemand, natuurlijk hè. Want je kan wel op de koffie gaan, maar uh, die krijg je toch niet. Maar het is, het, weet je... Als je een begraafplaats loopt en dan buiten de bekende Nederlanders om, geeft het ook een stukje rust. Haast nog wel eens wat bekende Nederlanders of bekende sterren ontmoet in levende lijven? Jazeker, André Verduin. Vorig jaar heb ik André Verduin samen met mijn maatje ontmoet. Nou, we hadden ieders voor de tijd hadden wij een cd hadden we sowieso hadden we die gekocht. Dus ik zit in mijn maaktje, wij nemen ieders die CD mee, want die moet in me gesigneerd worden. Dus ik had ook nog voor zo'n pen gezorgd. Want je zult altijd zien, dan wil je het tekenen en dan doet die pen het niet. Dus dat konden we niet hebben. Dus het is gelukt. Wij hebben ieders een mooie gesigneerde anne CD. Nou, uh, in levende live weer ontmoeten, dat is natuurlijk het allermooiste. Maar je moet natuurlijk niet vergeten, je moet er tegenwoordig snel bijwezen, want ze gaan het bosje van ons om, hè? Ik bedoel, De laatste jaren zijn er al zoveel overleden dat, uh, nou ja, daar ben je gewoon te laat mee. Maar goed, als ze dan begraven zijn, dan kun je het altijd nog, <laughs> ja, redelijk dichtbij.